Oké, doe het gas maar dicht. Die Papa Echo Sierra is starting the exercise. Hey. Duwpomp aan. Ja. Checken. Riemen. Heel. Het is dezelfde neusstand ongeveer, ja, 68, dus dat is een klein beetje lager zo. Wij zijn 600 kilo, volgens mij staat is het 68 voor ons. Oké. Nou, dan doe ik 68. Oké. Ja, die boerderij en alles, daar heb je niks mee te maken in feite, zeg maar. 1000 voet bij het begin van de baan. Nou, daar begin je een beetje te komen. Ook rekening houden met de wind, want de wind die was... Een beetje dwars. Ja, die was met dwars. Twee knopen, of één of twee knopen. Oké, ik zit nu op 1000 voet. Ja, dat is goed. Oké. Kijken naar de windsok, hij is nu net voorbij. Ja, we hebben wel schuin. We hebben wel een tegenwind nu. Tegenwindfactor, ja. Ja, dus niet te ver achter het veld. Dus over die boerderij mikken dan? Nou, ik zou misschien korter. Nog korter? Dus tussen die boerderijen door? Ja, ik zou nu beginnen te draaien misschien. Oké. Steeds 68 knopen. Als je ziet dat die hondenhokken zeg maar, naar je toe komen, gelijk flaps geven, zeg maar doen ze dat niet. Ja, ik denk dan wel denk dat we een beetje aan de krappe kant komen, denk ik. Denk het ook. Steek maar. Steek maar af. Ja. Dan wacht je ook nog heel even met je flaps, zeg maar. Ja. Dan kan je zien aan de. En de Papa Echo Sierra is final touching up. Roger. Ja, ik denk dat je één standje wel kan geven. 21. Ja. Ja, nu kan je wel twee standjes ook geven. 22. Full flaps. Ja. Snelheid houden. Niet te lang door, want dan gaat hij vastzitten, zeg maar. Ja. Oké. Zou nog een beetje, wel. Even verder kijken. Gas is er al af. Oké, go around. Yeah. Go around. 21, 22, neus op de 65. Oké, nou het was niet verkeerd en je had er goed in gestaan, zeg maar. Doe het nog één keer, zeg maar. Ja. Voor de lol.